Deugden zijn moeilijk om van te genieten. Dus al dat sentiment wat af en toe bovenkomt bij mij, dat is het wat er overblijft na een harde strijd. Er zit veel meer, meneer. Ik denk dat de dingen die ik gedaan heb, dat die het gevolg zijn van het feit dat ik nooit een plan heb gehad. Als je geen plan hebt, dan doe je allemaal dingen die op je weg komen. En dat vind ik eigenlijk heel fijn. Dus om nu opeens wel een plan te gaan omarmen, is denk ik niet verstandig. Als je een jaloerse of een wat zwartgallige mens bent, dan concentreer je alleen maar op de mensen die lelijke dingen over je zeggen of denken. En als je het leven interessant genoeg vindt om je eigen weg te gaan, dan ben je blij dat er in ieder geval een clubje is wat de dingen die jij doet, dat ze dat appreciëren. Er mag een soort donkere kant van het bestaan doorheen glinsteren, waardoor het leven aan diepte en aan rijkdom wint. Dat heb ik hier in Oostende ook wel als het weer een beetje tegen zit.